Het wordt dan weer interessanter, de gesprekken worden leuker. We maken producten als zijnde brochures, folders, flyers, presentatiemappen, boeken, manuals. Dus een heel breed assortiment. De afgelopen jaren is het natuurlijk zo geweest dat door de economische crisis, dat je ziet dat het ook in onze branche moeilijker is. Het gaat digitaal, dus we moeten zoeken naar andere wegen. En dat hebben we gedeeld met onze mensen. En daar komt dan weer initiatief uit om te zeggen, ja, we gaan een opleiding volgen. Dat was in het begin best moeilijk, omdat we met 40ers en 50-plussers zelfs daarmee aan de slag gingen. En dan krijg je twee van die dikke bijbels voor je. En toen had ik al zoiets van, wow, het gaat hem niet worden. Toen hebben we een overleg gehad en toen hebben ze eigenlijk de cursus een beetje verweven naar praktijkvoorbeelden waar wij dagelijks mee te doen hebben. Want toen begon het bij iedereen te leven. Toen kreeg iedereen zoiets van oké, klik, dat is de bedoeling. Het leuke is in feite dat wij dat ook soms samen met onze mensen doen, dus dat ik zelf ook meedoe om met name ook een stimulans te zijn voor mijn mensen. Dat we heel tevreden medewerkers krijgen. Mensen krijgen hier alle kansen om zich te ontwikkelen. Het wordt dan weer interessanter, de gesprekken worden leuker. Doordat je echt, ja, we verkopen de gekste dingen op dit moment. Dan zou ik zeggen, je moet er gewoon mee starten. Investeer in je mensen.